Ik ben echt een filosoof. Ik denk, ik ben altijd op begrippen gefocust, op argumentaties. Dat is wat ik gewoon de hele tijd doe. Schoolmeester ben ik ook, want ik leg het graag uit. Ik enthousiasmeer mensen graag. En cabaretier vind ik een fantastische manier om mensen met iets grappigs te raken. Want dat is een hele goede ingang om ze aan het denken te zetten. Je zet ze even op een los been en je dwingt ze als het ware uit die automatische piloot te komen en in de onderzoekende houding. Niet onmiddellijk natuurlijk, want op het moment dat een grap lukt, dan is er alleen maar lachen en dat is gewoon automatische piloot. Maar daarna denk je van, ja. Met Word Zelf Filosoof, dat was eigenlijk mijn eerste boek om te kijken of ik een breder publiek kon bereiken. Om niet binnen de universiteit te blijven, maar naar buiten toe mensen te proberen te bereiken. Op een bepaalde manier hoort dit boek nu, laat je niets wijs maken, daar wel bij. Ze passen, als je ze naast elkaar zet, passen ze goed. En eigenlijk als je ze andersom zet, dus als je het laatste boek eerst zegt, en dan het tweede, dan klinkt het als een leuk zinnetje. Laat je niets wijs maken, dubbele punt, word zelf filosoof. In die zin passen ze ook wel bij elkaar. En de boodschap van allebei is misschien op een bepaalde manier doodsimpel. Gewoon een beetje zelf nadenken. Als een onderdeel van wat het is om een mens te zijn, mag best gestimuleerd worden. Want de neiging om op de automatische piloot alles te laten gebeuren met je, is best groot. Het beeld van de wetenschapper die zijn best doet om onze gereedschapskist te vullen met de meest fantastische instrumenten, attributen en werktuigen vind ik een mooi beeld. Maar ook in dat beeld van die goed gevulde gereedschapskist ontbreekt vaak het allerbelangrijkste, de hand. Het is de hand, onze hand, jouw eigen hand die je nodig hebt om ook maar iets te hebben aan al die fraaie gereedschappen. Mijn boek gaat over de soort van spanning tussen leken en deskundigen die in deze samenleving op een of andere manier langzaam aan het toenemen is. Waarbij deskundigen steeds meer deskundig worden en daardoor leken steeds meer het gevoel krijgen dat ze eigenlijk niet deskundig zijn. Omdat deskundigen allemaal steeds specialistischer worden, worden we eigenlijk allemaal steeds vaker een leek. Want deskundigheid is iets heel kleins, dus wij zijn meestal een leek. In die relatie tussen leken en deskundigen beweer ik dat het gezond verstand onder druk komt te staan. In dat geval van waar leken en deskundigen elkaar zeg maar in een houtgreep hebben, heb je de neiging om niet te switchen naar de onderzoekende houding, maar naar de vragende houding. Ik weet het niet. Bijvoorbeeld je mobieltje is veel te ingewikkeld. Snap je? Als mijn mobieltje dit doet, bel je de helpdesk. Die moeten het maar weten. Mijn kind doet het niet. Ik zou het niet weten. Het is veel te ingewikkeld. Daar hebben pedagogen voor, orthopedagogen, kinderpsychologen, psychiaters, kinderpsychiaters. Daar is zoveel deskundigheid dat ik niet zelf moet proberen de onderzoekende houding in te nemen. Dus ik neem de vragende houding in en de deskundige moet antwoord komen geven. Dat heeft voor de deskundige hetzelfde soort van rare effect. Hij heeft ook een automatische piloot en kan ook een onderzoekende houding innemen. Maar als hij gevraagd wordt om antwoord te geven op een vraag, en er is wat druk en er is wat haast en er is weinig geld, want snap je, de zorgverzekeraars hebben van allerlei belangrijke functies hier te spelen, dan moet je eigenlijk direct maar antwoord geven. Dus in een situatie waarin je aan de deskundige vraagt, hoe moet het nu met mijn kind, wordt de deskundige die onder tijdsdruk werkt, steeds meer aangemoedigd om ook alleen maar op de automatische piloot antwoorden te geven. De antwoorden die hij uit zijn werk kent, de antwoorden die hij in zijn laboratorium kan produceren. Met als gevolg dat ook aan de kant van de deskundige de onderzoekende houding minder ingenomen wordt dan je zou denken. En die onderzoekende houding is wat mij betreft een essentieel onderdeel van het gezonde verstand. Die hoort erbij. Zowel de automatische piloot als die onderzoekende houding en het vermogen om te switchen. Dus filosofen houden natuurlijk het meest van die onderzoekende houding. Hoewel wij ook gewoon doodgewoon mensen zijn, dus wij doen ook heel veel op de automatische piloot. Maar wat ik jammer vind aan een
samenleving die verwetenschappelijkt, is dat aan de ene kant er steeds meer leken komen die in de vragende houding schieten en niet zelf gaan nadenken, die niet de onderzoekende houding aannemen. En aan de andere kant de wetenschappers vastzitten, wat mij betreft, in een of andere methodologie, een wetenschappelijke methodologie, die een aantal veronderstellingen in zich draagt die wat mij betreft en wat heel veel filosofen betreft problematisch zijn, maar die waar ze de tijd eigenlijk niet voor nemen en de tijd niet voor krijgen, maar ook vanuit hun professie denken dat de tijd er niet voor nodig is om de onderzoekende houding ten aanzien van hun eigen activiteiten in te nemen. Dus het idee van het boek is, en dat is ook wat de jury in het rapport zegt, dat het een zeer toegankelijk boek is, dat het glashelder geschreven is. Dus dat vind ik ontzettend leuk om te horen. En ik wil ook graag een stijl van schrijven waarin ik de lezer aanspreek. Waarin ik de lezer als het ware met mij in gesprek breng. En zodat we samen aan het denken slaan. Dat denken wat ik probeer in dat boek te leggen, dat als het ware aangewakkerd wordt in de lezer zelf.